Goedendag. Ja, het was weer een grijze wereld vandaag. Afgelopen nacht heeft het geregend. In het noorden viel zelfs sneeuw, want hier zien we een veelal grijze lucht. Zo was het in het grootste deel van het land met die regen of motregen. Maar vanuit het uiterste noordoosten van Groningen, dit was afgelopen nacht echt wel een laagje sneeuw wat daar viel. Inmiddels is daar de temperatuur ook aan het oplopen. En ja, dat betekent dat we in het weekeinde eigenlijk geen winterse perikelen meer zullen hebben. Laten we de temperatuurprognose er even bij pakken voor vrijdagmiddag. Dan zien we die temperaturen in Groningen nog iets boven het vriespunt. In het zuiden is het al zo'n 5 tot 7 graden. En die zachte lucht die dringt steeds meer op naar het noorden. En vanavond gaat daar ook de temperatuur duidelijk omhoog. Ja, wat gaat er gebeuren dit weekend? Het wordt een wisselvallig weekend. Met zowel op zaterdag als op zondag toch wel perioden met regen. Maar er zijn ook wel droge momenten. Ik pak de kaart er even bij. In dit geval kijken we naar het Duitse model. We zien op vrijdagmiddag nog eventjes die regen in het noordoosten. Dat trekt allemaal weg. En we komen even in een gebied waar het allemaal wat rustiger is. Maar een volgende storing dient zich alweer aan. En die trekt zaterdag in de loop van de dag over. Dit is die regenstoring die over gaat trekken. En dan zien we ook dat er in de nacht van zaterdag op zondag buien overtrekken. En zondag in de loop van de middag ook weer vanuit het zuidwesten neerslag. Kortom, wisselvallig weer met vrij zachte lucht. En van tijd tot tijd ja, kan het ook nog wel eventjes doorwaaien als dat lage drukgebied wat dichterbij gaat komen. We hebben dat als volgt weergegeven in de kaarten voor zaterdag. Ja, vanuit het zuidwesten dus die regen die binnen komt schuiven. Heel misschien aan het einde van de middag ook nog eventjes zon. Maar dat zal niet al te veel zijn. Temperaturen op zaterdag tussen de 8 en de 10 graden. En er waait een matig tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Dan is de avond vrijwel droog, zaterdagavond. Maar kunnen er in de nacht van zaterdag op zondag weer een paar buien gaan vallen. En zondag overdag, ja, dan is het in eerste instantie wel droog. Maar later op de dag, met een beetje geluk pas, laat in de middag vanuit het zuidwesten weer regen. Temperatuur is dan wel opgelopen naar zo'n 9 tot 11 graden. Kijken we dan ook nog eventjes snel naar wat er na het weekeinde gaat gebeuren. Nou, die temperatuur die blijft vrij hoog. Ook de nachttemperaturen zijn hoog. Geen vorst in ieder geval. Maandag en dinsdag waarschijnlijk ook nog flink wat nattigheid. En bewolking blijft overheersen. Fijn weekend.